Teun, dat zal even wennen zijn geweest, de penalty missen. ja, inderdaad. Volgens mij schoot ik niet eens verkeerd binnen. En ik deed gewoon altijd wat ik moest doen in mijn hele routine. En dat pakt me goed. Dat heb ik na de wedstrijd ook nog tegen hem gezegd. Dus gelukkig voor mij dat we daarna nog twee kregen dat ik het kon herstellen. Ja, dat lijkt me fijn. Want anders ga je misschien toch wel met een heel zuur gevoel naar huis straks. Ja, dat ligt ook over hoe zo'n wedstrijd verloopt. Als je hem daarna gewoon wint, dan is het belangrijk voor mij dat we hem gewoon over de streep hebben getrokken. Desalniettemin is het wel even lekker dat je het gelijk weer kan herstellen. Wat voor wedstrijd hebben jullie gespeeld vandaag? Ja, wel een lastige wedstrijd, ook door de omstandigheden natuurlijk. Als je ziet wat de wind met soms die bal doet, dan is dat gewoon moeilijk inschatten. Ik vind wel dat het team een hoop kansen heeft gecreëerd. Ook de eerste helft zeiden we ook tegen elkaar in de rust. Echt wel 100% kansen. Dus het voetbal was altijd niet top, maar we hebben wel echt een paar goede aanvallen gehad. En verdedigend over de hele wedstrijd wel heel weinig weggegeven. Maar je zegt het eigenlijk al, hè, als je die eerste helft met de 0-0 stand afsluit, dan mag je jezelf wel verwijten. Los even van die penalty. Ja, eens. En dan, wat zeg je dan tegen elkaar in de rust? Ja, dat je op dit tempo door moet, maar dat je ook niet dat in slaap vallen voetbal moet gaan spelen. Dat je maar aan het voetballen bent en dat je lekker lang de ballen hebt en een paar aanvallen hier, een paar aanvallen daar. En dat opeens in de counter je achter de feiten aan gaat lopen. Dus we moesten elkaar wel erop wijzen dat we scherp moesten blijven, niet op door moesten gaan. En dan hadden we ook wel het gevoel dat die goal uiteindelijk wel zou komen, ondanks dat het via een penalty ging. Uiteindelijk maak je er twee, wordt het 2-0, win je weer. Dat is dan toch wel lekker, denk ik, als je kijkt naar vorige week. Ja, natuurlijk. Je hebt een vervelende week, anderhalf week terug achter de rug. Ik denk dat we dat donderdag compleet hebben weggepoetst met gewoon een goede teamprestatie. In de zin van arbeid, energie. Op het laatste moment nog terugkomen in Europa is dat niet makkelijk. En dat je vandaag gewoon weer zakelijk goed wint. Dus daar kunnen we tevreden over zijn. Ja, je maakt weer twee goals. Waar gaat het eindigen dit seizoen? Nou ja, ik heb volgens mij op de nieuwjaars heb je gezegd als we nog een keer 10 penalties krijgen, dan hoop ik dat ik op 20 uitkom. Dus we gaan het zien. Ja, maar in dit tempo word je topscorer van AZ. Nou ja, is toch lekker. Ja, nee, laat dat maar aan de aanvallers. Ik hoop dat we nog wel op een mooie moment penalties meekrijgen. Maar als die aanvallers een keer over de been heen springen en zichzelf mee kunnen belonen, is dat ook prima.